Ton Zuidema van D66, de grootste partij van Tiel. Een pittig avondje. Ja, eigenlijk viel het wel mee. Wat ik in ieder geval prettig vond is dat het erg transparant was. Dat we alle gespreksverslagen met elkaar hebben kunnen inzien en ook hebben besproken vanavond. Dus eigenlijk kunnen we op deze manier prima het proces vorm gaan geven. Nou, misschien inderdaad niet zo'n pittig avondje. Het was helder, maar er was wel een partij ernstig teleurgesteld, de PVDB. Kan ik me helemaal voorstellen. Ze hebben een enorme winst geboekt. De kiezers hebben duidelijk een signaal afgegeven. En ik ben heel benieuwd hoe de Partij van de Burgers dit oppakt en wat ze ermee gaan doen. De opmerkingen die de PVDB maakte, wat doet dat met u als persoon? Nou, met mij als persoon niet zo heel veel, behalve dat het politiek interessant moet zijn. Daar waar de Partij van de Burgers soms de neiging hebben op de persoon te spelen, daar heb ik wel moeite mee. Tevreden als grootste partij met Tiel dat u ook zeg maar leading bent in dit hele proces? Heel tevreden omdat we wat vernieuwing erdoor kunnen krijgen nu. Niet dat dat zo moeilijk was, maar nu kunnen we eigenlijk vormgeven aan de voorkant van de processen. Maar we voelen ook als partij wel de verantwoordelijkheid dat we het erg zorgvuldig moeten doen. En dat we het tenslotte met elkaar in deze raad voor alle burgers in Tiel voor elkaar moeten zien te krijgen. Na de verkiezingen op 19 maart is het heel duidelijk. D66 is de grootste partij geworden. Wat dat betreft hebben zij natuurlijk de voortouw bij deze informatieronde en bij de formatieronde. En die hebben gekozen voor die onafhankelijke informateur. Ik denk dat dat een goede stap is geweest, goede eerste stap is geweest. Het valt ons op, de huidige coalitiepartijen zijn niet afgerekend, zoals we ons ook in ons verslag hebben gezegd. Daarbinnen, de huidige coalitie is niet afgerekend, laat ik het zo zeggen. Daarbinnen heeft D66 enorm gewonnen en de PVDB heeft natuurlijk ook enorm gewonnen. Dat staat als een paal boven water. Verder, wij waren het met de heer Beerte eens. We zijn op zoek naar een coalitie met een meerderheid van meer dan 14 of 15 zetels. Wat ons betreft, inhoudelijk staat CDA en D66 dicht bij ons. Dat zijn partijen waarmee we de afgelopen 4 jaar ook goed hebben samengewerkt. De fracties kennen wij goed en de wethouderskandidaten kennen wij goed. Dus daar zien wij samenwerking heel erg mee zitten. Wat ons betreft zou er dan een vierde partij bij moeten. En we hebben gezegd, PVDB is daarbij een optie. Extra hindernis die we dan zouden moeten nemen is het verleden. Valt niet te ontkennen dat 6 jaar geleden de heer Van den Burg en de PvdA uit elkaar zijn gegaan. Niet op goede voet. Dus als dat gebeurt, als er een coalitie zou komen met die twee partijen erin, dan is dat iets waar we het ook met elkaar over moeten hebben. Lijkt me ook logisch. En de VVD is ook een optie. En dat is een partij die volgens ons een verkiezingsprogramma wat verder van ons afstaat. En zo zijn we die gesprekken ingegaan. En wij hebben kennis genomen van het verslag. En als wij het lezen, dan denk ik dat dat wat eruit komt logisch is als je kijkt naar de verslagen die erachter zitten. Dank u wel. Het woord aan de fractie van de VVD, de heer Melissen. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat de VVD eigenlijk wel blij is met dit proces. Het is ook voor ons de eerste keer dat we dit zo meemaken. Ik denk dat het goed is om door middel van informatieronde in beeld te krijgen wat men vindt en wat men wil en wat men ook niet wil. Dat maakt het rapport wel heel erg duidelijk, vind ik. Ook door alle verslagen op te nemen. Is er een vrij goed inzicht hoe het politieke landschap eruit ziet. Als je dan vanuit de VVD redeneert, dan redeneren wij als volgt dat het advies om met de partijen die in de coalitie zitten verder te gaan, die ondersteunen wij, omdat wij vertrouwen hebben in die combinatie. Dus hebben we ook geen reden om daar vragen over te stellen. Natuurlijk moet je met elkaar straks onderhandelen over allerlei dingen. En dan moet je ook nog met elkaar uitkomen, want er zullen toch wel wat verschillen overbrugd moeten worden. Maar het gaat uiteindelijk om de vraag, kan je met die partijen tot die overeenstemming komen? En dat vertrouwen, dat hebben wij, dus kunnen wij ook ons vinden in dat advies. Tom van Oostrom van het CDA, een aanvaring met de PVDB. Mag je wel zeggen eigenlijk. In het Stad Tiel stond een artikel waarin de PvdB toch kritisch uitliet over onze wethouder de heer Driessen.
En op zich kritisch zijn is prima, dat hebben we op zich geen moeite mee. Alleen het gekke was natuurlijk dat wij dat eigenlijk in de voorgaande periode zowel in de raadscommissies nauwelijks of niet gehoord hebben. Dus we waren daardoor verrast. En ja, wij vinden wel belangrijk op het moment dat je in een coalitie gaat zitten, dat je dan wel met elkaar heel goed door één deur zou kunnen. En dat betekent ook gewoon dus dat het een kwestie van vertrouwen dan wordt. U hebt dat gezien als een dolk in de rug. Ja. Pieter van den Burg van de PVDB heeft het een en ander genuanceerd voor de camera's, dat het bericht suggestief zou zijn en niet geplaatst is in de context zoals gezegd is. Nou ja, goed, als je dat, dan moet ik dat maar aannemen. En dan heeft waarschijnlijk de krant dan een leugenverhaal. Ja, maar zo gaat het natuurlijk altijd. Hè? De media heeft het gedaan. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Maar goed, nou ja, zo wordt het wel gesteld. Ja, dat is dan voor wat de PvdB nu stelt. Dus dat moet ik dan maar aannemen in die zin. Maar goed, wij hebben ook van de PvdB verder niet vernomen dat het anders was. Had ik dan eigenlijk wel een beetje verwacht. We begrijpen uit de woorden van de heer Van Oosterom dat het CDA op basis van een krantenartikel Partij van de Burgers wil uitsluiten in een coalitie. Wij betreuren dat. En dan ook vanwege de fijne samenwerking die we de laatste 4 jaar toch op een aantal goede momenten hebben gehad. Ik vind het jammer dat de heer Van Oosterom geen contact hier met ons over heeft gezocht. Dat heeft de heer Melissen trouwens wel. Die heeft mij daar wel over aangesproken. En ik heb hem proberen uit te leggen hoe dat tot stand is gekomen. Maar we gaan hier nu niet het proces van het tot stand komen van het artikel doornemen, want dan gaan we hier iets zitten doen waar ik vind dat niet in de politiek thuis hoort, dat we een krantenartikel hier centraal stellen. Het gaat over, dat hebben we 4 jaar gedaan. Maar laat één ding duidelijk zijn. Het is compleet uit zijn verband gerukt, het krantenartikel. De uitspraak bij de informateur laat het juiste beeld zien hoe wij over het CDA denken. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dank u wel, de heer Van Oosterom. Nou, dat laatste, daar ben ik blij mee uiteraard. Het komt ook meer in de richting wat u ook zegt van hoe we samengewerkt hebben. Maar goed, ik kan de vraag natuurlijk terugketsen van ja, waarom heeft u dan niet geratificeerd of waarom heeft u niet even de moeite genomen om. Maar goed, dat is dan. Maar dan constateer ik wel dat u, zeg maar, feitelijk ook een andere interpretatie wat in de krant staat. En dat geldt eigenlijk ook, als ik goed heb geluisterd, wat nu in dit verslag staat. Dus dan, ja, dan kun je toch wel de conclusie trekken dat het soms toch heel moeilijk is, blijkbaar, om heel helder te maken van wat u nou precies bedoelt. Dus dat blijft bij mij nog wel even hangen, dat gevoel. Meneer Van den Burg? Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer, oprecht. Wij konden dat artikel ook niet meer rectificeren. Ze hebben zelfs mijn naam verkeerd gespeld. Dus als ik de verslaggever wil vertellen dat ik Van den Burg heet, Van der. En u weet hoe trots dat ik op mijn naam ben. Dan had ik dat natuurlijk ontzettend gedaan. En dan had ik het ook van tevoren met u besproken. Maar wij wisten niet wat er in de krant zou komen. Dus de conclusie eigenlijk, wat in de krant staat, is dan niet waar. Dat moet ik dan constateren, toch? Ja. Het punt is, wat leiden is, het is een aantal uitspraken zijn uit zijn verband gerukt. Die zijn op een andere. Ik zou voor een wethouderszetel azen, bijvoorbeeld. De kop is al suggestief. Ik wil u één ding daar wel even heel duidelijk zeggen, want dan wil ik u toch een klein beetje helpen om het tikje van de sluier. Als je op een gegeven moment gebeld bent van, oh, dus u gaat in de coalitie zitten door een verslaggever. Nee, wij gaan onderhandelen en wij proberen in ieder geval aan de informatie of formatietafel te komen te zitten. En dat is leidend voor het gesprek geweest. En niet dat wij azen, et cetera, er wordt hier een compleet ander beeld voorgesteld als wat het gesprek werkelijk is geweest. En dat vinden we jammer, dat u dat als waarheid beschouwt, terwijl wij eigenlijk hier in dit huis hebben afgesproken, daar gaan wij eerst over praten voordat wij de krant vinden dat het waarheid is. En dat vind ik jammer. Nou, ja, dan goed, ik neem het van u aan. En nou goed, dan is het helder dat de krant dus een onwaar artikel heeft geschreven. Dat is voor mij dan, ja, is voor mij dan helder. En dan ben ik ook blij mee dat hij dat ook zo helder hier naar voren heeft gebracht. Meneer Van den Burg? Ik vind het wel ontzettend jammer dat dit zo'n impact op een informatieronde heeft. Dat ik ook vind dat het geen recht doet aan het proces.
En dat is gewoon een opmerking die in zijn algemeenheid wil plaatsen. Ja, daar kom ik eigenlijk, daar wil ik dan toch wel heel kort op reageren. Ik begrijp dat u dat jammer vindt. Maar u moet ook begrijpen dat op het moment dat je met elkaar samen gaat werken in een college, dat is al lastig zat, want we hebben allemaal onze eigen programma's en onze eigen ideeën over hoe we dingen moeten gaan. Dan is absoluut vertrouwen wel naar één voorwaarde. Als er dan ruis op de lijn komt, en ik constateer nu met u dat dat blijkbaar iets anders ligt, oké, prima, akkoord. Daar ben ik alleen maar blij mee, want dat geeft alleen maar een betere samenwerking voor de toekomst. Nou, dan moet u het ook niet vreemd vinden dat wij dan daar wel heel veel waarde aan hechten. Zoveel waarde dat we dan zeggen van ja, als dat al in de basis al wat wankelt, dan moet het dan straks als we echt elkaar in de ogen moeten kijken. Meneer Van den Burg? Als het goed is, heeft u ook mijn telefoonnummer. En volgens mij heeft u die van mij ook. Duidelijk hè, men wil niet. Ja, dat is jammer. Ik heb in ieder geval van D66 niet begrepen dat ze echt zouden willen. En dat vind ik jammer, omdat wij allerlei opties hebben opengehouden tijdens de informatieronde. We hebben het ook betreurd als Partij van de Burgers hoe suggestief dit rapport geschreven is en hoe een aantal bevindingen zijn geformuleerd. En toch een aantal zaken die wij pijnlijk jammer vinden. Wat is suggestief geconcludeerd? Nou, dat wij bijvoorbeeld niet met de Partij van de Arbeid zouden kunnen werken. En wij hebben juist wel aangegeven met de Partij van de Arbeid te kunnen werken. En daar werd heel erg op een negatieve manier over doorgevraagd. Wat ook in de persoonlijke sfeer raakte, ook bij mensen van de Partij van de Arbeid. En heeft alles te maken met jouw vervelende afscheid bij die PvdA? Nou, dat meent de informateur. Maar ik geloof dat, ik ben al een keer koffiewezen drinken met mevrouw Verree. Er zijn gesprekken tussen Grades en ons. Dus bij ons liggen er niet zoveel grote belemmeringen. Alleen men heeft daar naartoe geschreven dat men ze wel zag. En wij hebben ze niet. En ik heb ook niet de indruk dat de Partij van de Arbeid er hele grote problemen mee zou hebben. Een ander hekelpunt is een artikel dat gestaan heeft in de Stad Tiel. Waarvan u zegt, op hoofdlijnen klopt het wel, maar niet helemaal. Ja, natuurlijk. Dat artikel, men heeft mij wel bevraagd de dag na de verkiezingen. Ik heb of ik beschikbaar was als, of nee, dat in feite van, dus u gaat in de oppositie. Toen heb ik ook gezegd van nee, wij zijn beschikbaar om te onderhandelen. En heeft u dan ook een wethouderskandidaat? Ja, dat ben ik. Ja, en als er dan in het artikel bovenaan staat van de Burg, die aast op een wethouderschap, dan denk ik niet dat je recht doet aan de informatie die ik gegeven heb. Dingen zijn heel erg opgeklopt. We hebben wel een gesprek gehad met de heer Van der Vlerk, maar dit is gewoon opruiende sensatie lopen zoeken. En dit heeft dermate het proces verstoord. En dat vind ik heel erg jammer, want we hebben 4 jaar lang ontzettend met CDA goed kunnen samenwerken. We hopen dat de aankomende 4 jaar weer te doen. En dat dit hun besluit heeft dermate beïnvloed dat ze dus eigenlijk ook grote bedenkingen hadden om met ons samen te werken. En dat, maar goed, het had natuurlijk zo kunnen zijn dat daar telefonisch overleg over is geweest. Van ik heb dat niet zo bedoeld of het staat er in ieder geval niet zoals ik het gezegd heb. Ja, maar maandag is het verschenen en ik geloof dat hun maandagavond of dinsdagavond ook een gesprek hebben gehad. Ik heb daar Tom van Oosterom wel over gesproken, maar toen was het gesprek al geweest wat hun ook met de informateur hadden gehad. En het rare is dat het hele krantenartikel ook door de informateur niet met ons is besproken. Want dan hadden wij ook het kader kunnen aangeven van hoe dat gebeurd was. En nu heeft de informateur, wij vinden, dit stuk misbruikt. Dat is een pittige opmerking. Ja, maar het zij zo. Op een moment als je het bij de andere partijen wel voor de neus legt en bij ons niet. Dan denk ik ook de roer en wederhoor. Hij had ons ook moeten bevragen dan over dat artikel en dat heeft hij niet gedaan. Mede gelet op dit verhaal, hè, het vervelende incident rondom dat artikel, maar nog meerdere zaken. Die informateur, is hij capabel geweest? Wij vinden van niet. Tiel is een kleine stad, je komt elkaar altijd weer bij de slager en de bakker tegen. Deze man komt uit Nijmegen en hij heeft hier niet de harmonie gezocht, maar het dualisme. Mensen uit elkaar gespeeld. Hij heeft geen partijprogramma's naar ons inziens heeft hij vergeleken. Hij heeft alleen heel erg, dat gevoel hebben wij tenminste. Ik weet niet of dat bij andere partijen anders is, want die hebben daar misschien een hele andere gevoelens over. Hebben we niet gehoord tijdens deze vergadering? Nee, maar wij hebben er eigenlijk wel een
nare smaak van. Ligt dat aan de persoon zelf of heeft dat een hoger kader? Nou, dat hebben wij proberen te bevragen. Van hoe is die man gestuurd? Hoe is die man aangestuurd? En die meneer heeft dus van tevoren ook met D66 gesproken. En ik ben niet bij die gesprekken geweest. Dan krijg je ook nooit zo 1, 2, 3 boven tafel. Maar wij vonden het een nagesprek met de informateur. Bent u nou teleurgesteld of boos? Eigenlijk zou je beide moeten zijn. Maar daar red je de politiek niet mee. Want de politiek heb je met zulke soort dingen te maken. En daarom hebben mensen op ons gekozen. En dat doet ook geen recht aan de kiezer, vind ik. Dit is een van de moeilijkste vakken die je in Nederland hebt. Je hebt hier met heel veel moeilijke zaken te maken waarin je toch heel moeilijk met je emoties staat. Ik ben blij dat heel veel kiezers in Tiel weer zijn gaan wezen stemmen. Ik ben blij dat we een groot gedeelte van die stemmers aan onze zijde hebben gekregen. En daar doe ik het 4 jaar voor Tiel. Als we nou met een helikoptertje even erboven gaan vliegen, Pieter. Waar zit de zere plek? Nou, wat mij bevreemdt is dat de partijen die zich voor de verkiezingen heel duidelijk hebben uitgesproken over het parkeerbeleid van de VVD. En dan de volgende dag of binnen 2 weken gewoon rustig weer rond de tafel gaan zitten, net of er niks aan de hand is. En dan denk ik niet dat heel veel kiezers die... Ik weet nog niet wat de uitkomst is, maar dat bevreemdt mij. Want ja, maar dat is natuurlijk niet de zere plek, hè? Nou, waarom zou men nou die PVDB gewoon uitgesloten hebben? We hebben vanavond heel wat gehoord. Is het echt het hoge woord eruit gekomen? Dat weet ik niet. Voor de ene partij wel en de andere niet. En als het om de PVDB gaat? Dan is het hoge woord er niet uitgekomen. En wat is dat hoge woord? Nou, dat zou ik niet weten, want dat ligt bij elke partij ligt dat anders. Je hebt gezien dat bij het CDA ligt het ten aanzien van niet goede communicatie tijdens de informatie en dat proces ernstig verstoort. Ik denk dat het bij de Partij van de Arbeid ligt van dat er heel erg op de persoon is gespeeld, terwijl we dat alle tweede partijen dat niet zouden willen. En D66, Laurens Verspuy, daar hebt u moeite mee met zijn functioneren in deze? Nou ja, Laurens die heeft een informateur aangesteld en die moest het allemaal bevragen. En ik heb Laurens nog niet echt iets horen zeggen van we gaan dit of we gaan dat doen. Nee, goed, maar in het proces zoals het loopt, is hij nu aan bod? Hij is aan bod. Wij hebben ook voor onszelf als de Partij van de Burgers de deuren opengehouden dat hem ons als deze formatieronde, waar hij formateur is, als die misloopt omdat men er niet uitkomt met de VVD over het parkeren of anderszins, dat er altijd met ons te praten is om te kijken of wij tot een overeenstemming kunnen komen met D66 en de andere partijen. Dus PVDB houdt de kansen open, dat is logisch natuurlijk, maar als je heel eerlijk kijkt? Dan kijk ik ook heel eerlijk. Laurens Verspuy, drukke tijden breken aan. Klopt, de formatie kan nu daadwerkelijk beginnen. De bedoeling is om dat van de week ook al op te pakken. Om op die manier af te tassen om met de 4 partijen die nou zijn komen bovendrijven, om daar tot een coalitieakkoord te kunnen komen. En voortvarend van start gegaan, de informateur heeft duidelijk aangegeven om, dat was eigenlijk de eindconclusie van zijn week, observeren en praten, de huidige coalitie doorzetten. Ja, dat was het advies van de informateur. Dat wordt ook door een meerderheid in de raad gedeeld. Dus die optie wordt nu als eerste afgetast. Nou vindt de PVDB de vraagstelling, zoals dat gegaan is tijdens hun gesprek, suggestief. En vraagt zichzelf af of die man niet verkeerd is ingelicht of is voorbereid. Was jouw reactie daarop? Nou, dat lijkt me niet, maar ik sta hier als formateur, dus het lijkt me hartstikke beter om straks de woordvoerder van D66 het woord over te laten voeren. Oké, de verwachting is dat dus de huidige coalitie wordt doorgezet. Tijdsbestek? Nou, dat vind ik lastig te zeggen aan de voorkant. Er moet gewoon een goed degelijk stuk komen. Als je het anders aan de achterkant wil zeggen? Er moet een aantal thema's gewoon verkend worden en daar nemen we de tijd voor. En dan wordt het zoals het wordt. Dat proces, hoe gaat dat lopen? Dat proces zal eruit zien dat er een aantal sessies worden belegd, waarin zowel met de benen op tafel als of mogelijke bezuinigingsopties als inhoudelijke programmapunten met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Om te kijken of daar men nader tot elkaar komt. Zie je daar nog problemen oprijzen, bij voorbaat? Nou, de informateur heeft een aantal aandachtspunten genoemd.
Dus daar neem ik kennis van en die neem ik in mijn formatieproces ook mee. En welke zijn dat? Kun je daarover praten? Nou, bijvoorbeeld de bezuinigingen. Daar zitten natuurlijk bij verschillende partijen verschillende accenten. En wat ook prominent naar boven komt is de interpretatie van de hele Poortervisie. Hoe dat eruit moet komen te zien. Nou, daar zitten accentverschillen. Dus voldoende gesprekstof.